Voep, ik val maar gelijk met de deur in huis, beste vrienden. We zijn een bondscoach kwijt. Ja, en ik heb jullie ook steeds gezegd, dat gaat niet gebeuren. Ja, en ik heb ook steeds verteld dat er een afspraak is tussen Ronald Koeman en de spelers. Want ja, die hadden een speciale band. En die hebben niet zo lang geleden, een half jaar geleden, tegen elkaar gezegd: we gaan met elkaar naar het EK. Dat hebben ze elkaar beloofd. En daarom, mede vanwege die afspraak, heeft Koeman de laatste keer ook nee gezegd tegen Barcelona. En daarvoor ook al een keer heeft hij ook nee gezegd. Omdat, ja, hij kon nou toen ook niet weg bij de KNVB. Maar nu, ja, vrienden, luister eens. Er is ook maar één ding in zijn leven bij Ronald Koeman. Die wil maar één ding en dat is coach worden van en trainer van Barcelona. Want Barcelona, dat zit heel erg diep in zijn hart verankerd. Maar dat is van beide kanten. Want het was in 1992 en wel op mijn verjaardag 20 mei dat hij die legendarische vrije trap nam. En Barcelona na lange tijd weer de Europa Cup bezorgde. En Barcelona sloot hem in de armen en in hun harten. En hij deed dat ook met Barcelona. En die hebben elkaar nooit meer losgelaten. Ben je wel eens met Ronald Koeman? Moet je eens gaan eten in Barcelona. Dat moet je nou eens doen. Als je nou iets spectaculairs wil meemaken, dan ga je met hem naar een restaurant. De paniek die er dan uitbreekt bij alle obers. Oh god, oh god. Want hij is daar een godheid. Daar is Ronald Koeman. Hup, de obers die lopen achteruit voor Koeman uit. En rennen naar de tafel. En of daar mensen zitten of niet, ze pakken die mensen vast. Woep, weg. Woep. Hup, nieuw lakentje erop. Tafel is vrij. Voor Ronald Koeman. Zo gaat dat. Dus er was altijd maar één ding. Zijn hele carrière richtte hij eigenlijk in op weg naar het trainerschap van Barcelona. En nu, ja, nu klopt Barcelona weer aan. Voor de zoveelste keer. En gaat hij weer nee zeggen. Vrienden, ik voorspel, nee, hij gaat nu geen nee zeggen. Hij gaat het doen. Hij gaat naar Barcelona. Want hij weet ook, dit is mijn kans. Als ik het ooit wil worden, dan is het nu. En weet je waarom ik het ook zeker weet? Hij is stil. Hij geeft geen commentaar. Ronald ga je nu niet horen. Nee, en dat komt omdat hij ermee bezig is. Ik ken hem. Ik ken hem heel goed. Dus ik weet gewoon nu. Ik hoef hem niet te spreken. Nee, ik weet gewoon dat hij ermee bezig is. Hij gaat daar nu naartoe. En niet zo lang geleden, toen zaten we te kletsen en toen hadden we het erover. En toen zei hij alleen maar, en die zin is me bijgebleven. Ja, maar wie gaat mij zeggen dat het EK doorgaat? Hé, dacht ik bij mezelf. Oh, wacht even. Daar hebben we hem. Ja, en dat is zijn gedachte nu ook. Wie gaat hem vertellen, zeker nu weer met al dat corona-gedoe, dat het EK volgend jaar doorgaat? En dan zou hij Barcelona nu afzeggen voor een toernooi dat straks niet doorgaat. Dat zou hij zichzelf nooit en nooit vergeven. Daarom, die twee dingen bij elkaar geteld. En zijn stilte. En het feit dat hij toch denkt bij zichzelf, gaat dat EK wel door? Dat het gevoel. En daarom denkt hij bij zichzelf. En daarom moet ik misschien toch maar mijn afspraak met die spelers en die belofte verbreken. En dat gaat hij doen. En dat is heel vervelend voor ons en heel vervelend voor het Nederlands elftal. Maar wel, en ja, heel leuk voor Ronald Koeman. Dus Ronald, jongen, hey, je gaat het eindelijk doen. Top, van harte gefeliciteerd.